Een tijd terug kreeg ik een brief van een hele bijzondere persoon die met deze brief uiteindelijk mij vertelde dat als je deze brief leest, dan kun je eruit halen hoe ik als persoon ben. De titel van de brief luidt ADD, ADHD en autisme. En ik heb deze brief met best wel wat mensen gedeeld en wat me eigenlijk opvalt is dat heel veel mensen eigenlijk in huilen uitbarsten en zeggen dit is precies wie ik ben of dit zijn stukken van hoe ik ben en ik heb het nooit onder woorden kunnen brengen, maar deze brief zegt alles. Dus luister ernaar, misschien dat het jou helpt of wellicht iemand die je kent, omdat hij of zij zich erin herkent. Ik lees voor: ADD, ADHD en autisme. Wanneer iemand me pijn doet, heb ik het idee alsof de hele wereld vergaat. Krijg ik een knuffel, dan is direct alles weer goed. Hoe slecht ik me ervoor ook gevoeld heb. Soms vat ik alles persoonlijk op. Alles wat er gebeurt, heeft direct met mij te maken. Ik heb soms een ventiel nodig op mijn hart, zodat niet alles er ineens eruit komt op verkeerde momenten, zoals via mijn mond. Ik kom soms verkeerd over en je kunt denken dat ik overdrijf. Maar aangezien ik het ventiel niet heb, worden sommige dingen ontzettend groot voor mij. Ik kan mijn gedachten niet op een rijtje zetten en ik kan de verkeerde gedachten niet uit mijn hoofd zetten, zoals de gedachten die niet realistisch zijn. Ik ben niet slecht in luisteren, maar ik kan me gewoon niet concentreren. Het druppelen van de kraan, een auto die voorbij rijdt, een stel op een bank, de dingen die jij wel uit kan zetten, die blijven constant op de voorgrond bij mij. Ik zie jouw lippen wel bewegen, maar ik krijg gewoon niet alles mee. Ook niet wanneer ik het echt heel hard probeer. Ik ben niet dom, traag van begrip of achterlijk. Het is alleen zo dat jouw antwoord ergens in mijn hoofd verdwaald geraakt is tussen alle andere gedachten. Daarom moet ik de vraag nog eens stellen. Ben je verrast over het feit dat ik de ene seconde woedend kan zijn en de volgende seconde zielsgelukkig? Niet doen. Mijn humor wordt bepaald door de gevoelens die op dat moment even de overhand hebben. Soms verandert dat bijzonder snel. In mijn hoofd is het altijd een bende. Soms kan ik mezelf niet eens bijhouden. Heb ik vaak conflicten met andere mensen? Dat heeft me te maken met mijn hekel aan onrechtvaardigheid. En ik kan het niet uitstaan wanneer andere mensen in de problemen geholpen worden. Me met alles bemoeien ben ik bijzonder goed in. Ik doe het niet met opzet. Maar ik mis de rem die andere mensen wel hebben. Ik denk niet na over de gevolgen die het kan hebben en spring altijd in wanneer ik het gevoel heb dat ik mensen kan helpen. Die ik ook echt wil helpen. Ik ben niet zo goed in het opvolgen van instructies zoals jij. Soms worden dingen me 10 keer uitgelegd en heb ik nog geen idee wat ik nou moet doen. Dan komt iemand anders en snap ik alles direct. Het gaat er bij mij niet om wat er gezegd wordt, het gaat erom hoe de informatie gebracht wordt. De mensen met autisme, ADHD en ADD, zijn intensief. We voelen meer, we haten meer, we treuren meer. Maar we houden ook meer van mensen en dingen. Wanneer we ergens van houden, dan houden we ervan met heel ons hart en lichaam. Dankjewel voor het luisteren. Hoop dat je hier herkenningen hebt gehad. Of dat je, en misschien zeg je wel van nou, ik ken iemand die is enorm mee gezegend. Stuur het gerust door. En mocht je uiteindelijk deze brief willen hebben via de mail, stuur dan een mail via vindnieuwekracht@gmail.com, zodat ik jou deze brief via de mail kan sturen. Wil je niks missen van mijn kanaal? Abonneer dan op mijn kanaal zodat je melding krijgt voor alle nieuwe video's. Bedankt voor het kijken. Ik wens je Gods rijke zegen toe. Be
and stay blessed.